We onderbreken nu de uitzending voor een extra politiebericht over de vermissing van een meisje dat dringend medicijnen nodig heeft. Zonder deze medicijnen dreigt ze binnenkort in een coma te raken. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Sinds gistermiddag zondag 3 mei wordt de zesjarige Rebecca Rollet uit Ettenleur vermist. Het meisje vertrok rond half drie uit haar woning aan de Jeroen Bosstraat om naar het wat verderop liggende hertenkamp aan de Willeminenlaan te gaan. Sinds dat tijdstip ontbreekt ieder spoor. Rebecca Rolé is ongeveer 1,35 meter lang. Ze heeft een mager postuur en half lang donkerblond haar tot over haar oren. Het meisje, dat nauwelijks verstaanbaar praat, draagt een veelgekleurde jas met verschillende kleuren. Een groengebreide trui, een lichtblauwe joggingbroek en witte sportschoentjes met een afbeelding van Minnie Mouse. Rebecca is autistisch en heeft de ontwikkeling van een driejarige. Daarnaast is ze epilepsiepatiënte waarvoor ze dringend de medicijnen Tegretol en Deparsina nodig heeft. Deze medicijnen heeft ze niet bij zich. Vermoedelijk is Rebecca in het gezelschap van een jonge man van wie de beschrijving als volgt luidt: lengte ongeveer 1,80 meter, ongeschoren uiterlijk en lang gegolfd donkerblond haar tot over zijn oren. De man draagt mogelijk een rode of blauwe parka-jas, een blauwe spijkerbroek en bruine schoenen. Heeft u Rebecca Rollet sinds gistermiddag half drie nog ergens gezien, al of niet in het gezelschap van een jonge man, belt u dan met de politie in Etten-Leur. telefoon 076 523 8244. Dus 076 523 8244. Maar u kunt ook met de plaatselijke politie bellen. en tot zover dit ingelaste politiebericht zoals de politie reed zei het is erg belangrijk dat het meisje snel gevonden wordt